Nee. Ik heb al ontzettend veel gedronken, dank u wel. Als jij aan de andere kant plaatsneemt, dat is de opstelling die jij gepland hebt. Is dit voor het archief of zo? Ja, ik geloof het wel, ik weet het niet precies. Mijn naam is Brok. Piet Wijn. Wij kennen elkaar. Ja, wij kennen elkaar langer. Ja. Jullie kunnen beginnen. We kunnen beginnen, goed. In eerste plaats heel hartelijk gefeliciteerd met uw prijs. Dank u. U heeft jarenlang bij de Tonus Studio's gewerkt. Hoe bent u daar terecht gekomen? Daar ben ik een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog als jonge maatje gewoon terecht gekomen bij de tekenfilmafdeling en vroeg daar toen mensen. En dus ik heb dus eerst een jaar lang, misschien anderhalf jaar, die tussenstadia getekend in die tekenfilm. Het heeft dit voordeel dat je dus een beetje begrip krijgt van constructie van de figuren. Dus als start is het niet zo gek. En waren dat die reclamefilmpjes die toen gemaakt werden? Ja, het waren reclamefilmpjes. Die voor Philips? Die, mm-hmm. het was destijds dus Bommel en Tom Poes die op de gang. En toen met de strip gaan maken, was dat voor het eerst voor Tom Poes Weekland? Of niet? Ja, dat geloof ik wel. Ik ben slecht in data in oude gegevens. Maar inderdaad, het was toen nog in leven, dat Tom Poes Weekland. En toen werd die tekenfilm opgeheven. Dus toen stond je dus voor een gat eigenlijk. Toen heeft men gezegd, maak eens iets voor het blad. Zo deed het. En u bent er ook begonnen met Aaron? Dat is een paar jaar later geweest, ja. Dat was eigenlijk in het kielzog van Erik de Norman. Dat was toen een successtrip. En men dacht, nou, die markt is nog niet verzadigd. Laten we iets dergelijks nog eens opzetten. En bent u beïnvloed geweest door Kressen toen, vindt u? Ik vond Kressen destijds, ik vind het trouwens nog een hele knappe tekenaar, ja. Maar heeft invloed op uw eigen werk gehad? Ja. Tono waarschijnlijk ook. Ook, ja. En u heeft heel lang ook Tom Poes, geloof ik, getekend? Nou, niet zo lang. Ik heb een paar keer aan die Tom Poes weekstrip gewerkt. Dat was geloof ik voor het Panorama of zo. Ja. En die dagstrip heb ik een paar schetjes gemaakt, maar het is erg kort geweest. Maar verder hebt u ook Hongerlijn gedaan, Panda? Ja, precies. Ik ging thuiswerken, dus na die affaire met die tekenfilm. Toen heb ik Hollewijn heel lang gemaakt, mag ik wel zeggen. Helemaal getekend en geïnkt. En Kappie. Ik weet niet of dat erna kwam, ik dacht het wel, ja, Kappie. En vervolgens Panda, en die loopt nog steeds. Dat Hongerlijn en Kappie gestopt zijn, was u de laatste tekenaar ervan? Ja, ik heb ze ter graven gedaan. En waarom zijn ze eigenlijk gestopt? Ik denk gewoon uit praktische overwegingen, dat er te weinig markt voor was. En vond u het jammer? Dat vond ik heel jammer, ja. Ja. Welk van de twee speciaal? Hongerlijn. Ja, ik vond Kappie ook wel een leuk gegeven. Het is natuurlijk wat kinderlijker, maar Hollewijn, dat was echt een persiflage op maatschappelijke toestanden en zo. Dat vond ik een heel leuk ironisch stripje. Had u zelf ook invloed op de verhaal? Nee, heb ik niet gehad. Wilde u die niet hebben? Of? Nou, eigenlijk niet, nee. Ik heb altijd het standpunt gehad, laat mij maar tekenen en met een ander die het leuk schrijft samenwerken, dat vind ik eigenlijk het leukste. Ik had ook wat willen vragen, u bent met Tonenstudio's begonnen, maar was dat uw eerste grafische werk, zou ik maar zeggen, of hoe nou, is dat? Wat gaat eraan vooraf eigenlijk? Wat eraan vooraf gaat is een bezetenheid voor tekenen vanaf de kleuterleeftijd, mag ik wel zeggen. Ja. 2-3 jaar zat ik altijd over. Heeft u nog een opleiding? Ja, na de middelbare school heb ik nog een tekenschool gevolgd, 3 jaar. Ja. Dagopleiding, het was een particuliere tekenschool. Maar niet met het doel om strips te gaan tekenen? Nou, niet specifiek strips, het tekenen als zodanig interesseerde mij het nog steeds. Maar strips hebben natuurlijk het voordeel dat je een zekere continuïteit hebt in de productie. Als je dus illustrator wordt, ja, dan kun je misschien een paar maanden werk hebben en dan valt er weer een gat. En, dus uit praktische overwerking heb ik die strip komen. En Panda, schrijft u nu zelf ook, geloof ik? Heb ik een post gedaan. Momenteel wordt het weer door IJsseltonen gedaan. Maar u zei net dat u zich niet bemoeide met het schrijven van die andere strips. Ja. Vond u het toch leuk om het eens te proberen om een strip helemaal zelf te maken? Nou, het gaf me niet een speciale kick, nee. Het is heel merkwaardig. Dat is ook het verschil tussen mij en de vorige stripschapwinnaars, prijswinnaars. Die hebben eigenlijk allemaal een eigen product gemaakt. Hè. Ik heb het altijd leuk gevonden om met anderen samen iets te doen. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk extra versterkend werken op elkaar. Dat vind ik inderdaad. En nou, Dabbert, hoe bent u daarbij terechtgekomen? Of aangekomen? Nou, dat is op verzoek van de redactie van Donald Duck. Ik geloof dat het 9 jaar geleden is nu. Ja. Heb ik wat schetsen gemaakt van een zwervertje, een figuurtje die allerlei avonturen zou kunnen beleven. Dat is ook 5-6 schetsen. En daar is dit figuurtje dus uitgekomen. Werd u voor gevraagd dus door de Ja, ik werkte toen al een paar jaar voor Tina en
ze hadden geloof ik eerst nog een ander product, ik ben Pipo de Plan of zoiets. Dat sloeg niet erg aan en ze zochten dus iets anders. Dat sprookjesachtige element, wat in Douwe Dauwert heel sterk zit, zat ook in Puk Poppendijn. Ja. Is dat het soort strip waar u eigenlijk het liefst mee bezig bent? Ja, ik vind het leukste van tekenen dat je dingen kunt suggereren die niet in de werkelijkheid mogelijk zijn. Ja. Het is er aan af te zien eigenlijk, Puk en Poppendijn, ook de enorme verzorging waarmee je dat deed, dat het waarschijnlijk uw... Ja, dat is een dubbele situatie waar je in zit. Het is ergens een hobby natuurlijk, en het is ook weer een grote winning, dus je kijkt niet op de klok, want je wilt doorgaan zodat het zo leuk mogelijk is, en daar benadel je jezelf eigenlijk bij, want die budgetten liggen vast. Maar ja, die wrijving heb je altijd. Toen u Puk en Poppendijn maakte, was dat ook een opdracht van de Toner Studios, via de Toner Studios? Ja, dat was inderdaad via de Toner Studios. Die hadden een aanvraag gekregen voor een weekstrip. En dat kleurwerk deed u ook allemaal toen? Nee, dat werd gedaan door Wim Lenzen. Oh, ja. Dat vond ik eigenlijk een ontzettend knap vakman, Wim Lenzen. Van de studios. Jammer dat hij gestopt is. Hij is gaan schilderen, geloof ik. Ja, hij is in de ziekte werd geraakt, geloof ik, overspannen geraakt en is een beetje een zondig schilder geworden. U maakt dus nu nog Panda en Douwe Dauwert. U heeft op een gegeven moment een heleboel strips eigenlijk ook tegelijk gemaakt. Komt dat allemaal wel, wat de tijd betreft? Want u had Kappie en Holderwijn. Nou, ik heb Kappie en Holderwijn niet tegelijkertijd gemaakt. Oh, niet gelijktijdig? Nee, achter elkaar. Maar heeft u een snelle productiewijze? Met de dagstrips? Ja, in de loop der jaren krijg je meer routine natuurlijk. Het meeste tijd gaat in het opzetten in het potlood om een leuke paginaverdeling te krijgen. Maar zodra je gaat inkten, gaat het eigenlijk in de loop van de jaren steeds sneller. Ja. En hoeveel is uw productie eigenlijk? Zo, zo'n pagina zoals hier in zo'n blad staat, ik denk een uur of 8, 10 ongeveer. Volledig? Van eerste opzet tot inkt? Ja. Snelle tekenaar, want je hoort ook vaak dat mensen met 2 platen in een week komen, zo ongeveer. Ja, maar dat komt misschien omdat ik al zo lang bezig ben. Ja. Vroeger was het niet zo snel. Hoor. Ik heb die Aramstrip, maakte ik niet meer als 1 strookje van 3 plaatjes per dag. Maar dat was ook heel gedetailleerd. Dat was ook wel gedetailleerd, maar dat zou ik nu toch wel 2 of 3 jaar kunnen afleveren. Zo'n ridderstrip zoals Aram, en u heeft veel win gemaakt, ligt daar ook uw voorkeur in? Destijds, nu niet meer. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een beetje dicht tegen het sprookjesachtige aan. Ook en Sagen, zoals Verwin, Karel de Grote. Die Sagensfeer, dat dan... De sfeer was wel leuk, maar zo'n heldenfiguur, dat heb ik me op den duur een beetje van distancieerd. Ik vind het leuker om een anti-held te maken. Ja, zoals daar. Ja, een beetje chocolaatje. Wat menselijker, hè? Maar ik begreep dus, werd u gevraagd om wat tekenwerk te laten zien van Donald Duck. Ja. Stond toen de opzet van die... strip Douwe Dauwert al vast, of is dat mee beïnvloed door wat u tekende? Of? Ja, je krijgt dus de vraag om een figuurtje te ontwerpen die in een beetje kinderlijke sprookjesachtige sfeer functioneren kan, en een zwervertje. Dan ga je tekenen en men keurt dus een bepaalde schets goed. En dan groeit er langzaam een verhaaltje. Ja. Het is een beetje tastenderwijs gebeurd eigenlijk. Niet met een heel exact beeld van zo gaat het worden. Ja. Er zit ook een beetje in Douwe Dauwert, af en toe die 17e eeuwse zeevaartsfeer zoals je in Gloria Verkoes hebt. We springen door alle eeuwen heen. ja precies. Maar dat is ook een voorkeursterrein van u, zoals Gloria Verkoes, 17e eeuwse zeevaart en dergelijke. Ik heb een zwak voor alle dingen die eigenlijk, je kunt zeggen, tot 1930, 40, toen de techniek nog een beetje doorzichtelijk was. Hè. Ja. Dat vond ik wel een leuk sfeertje om te tekenen. Pittoreske dus. Hè. Maar wat dus die moderne dingen betreft, ja, dat is allemaal zo rechtlijnig en glad, dat spreekt mij niet zo aan. Dus moderne ontwikkelingen op technologisch gebied, verwacht u weinig? Nou, ik heb het niet over een persoonlijke situatie, maar puur om te tekenen. Ja. Dus liever landschappen, bomen, bloemen dan technische apparatuur? Liever de kronkelige lijn dan de rechte lijn. Wat vindt u van het feit dat... Toch niks op werk van u opnieuw wordt uitgebracht door de lijn dan om... Ja, daar denk ik ook heel dubbel over. Ja. Aan de ene kant vind je dat wel aardig natuurlijk. Aan de andere kant, ik schrik altijd als ik werk dat het een paar jaar oud is. Ja. Ja. Dat zie je toch, het is ontzettend stuntelig en houterig getekend. Dus dat is ook behoorlijk kritisch op uw werk. Ja, je hebt dus... er zijn dichters die oude gedichten verbranden, maar ja, dat is geen begin aan met schrift natuurlijk. Ja, er is altijd wel een verzamelaar die iets heeft. Ja, precies, dat wordt een vuur van hier tot ginder. Ja.
Maar aan de andere kant vindt u het waarschijnlijk ook wel prettig dat werk dat anders toch verloren zou zijn, omdat de krantenstrips zijn toch nog een beetje blijvend. Ja, precies. Ja, aan de ene kant vind ik het niet zo leuk, omdat, ja, ik heb dat wel niet gesigneerd, maar het is al bekend dat ik het getekend heb. Aan de andere kant is het leuk dat het toch weer. Ja, iedereen weet natuurlijk wel dat u dat lang geleden hebt gemaakt. Ja. Kent u werk van nu? Dat is wel zo, ja. Maar ja, kijk, concertpianist treedt pas op als hij vijf vlekkeloos piano kan spelen. En ik moest in mijn 20e jaar al publiceren. Maar ook daar zijn gradaties in natuurlijk. Van vlekkeloos spelen tot grandioos. Ja, dat is waar. Toen groeien net als een tekenaar. En dat oude werk, als u dat ziet, heeft dat nog gevolgen voor uw werk van nu? In de zin van... Nou, in die zin dat ik dus weet, als ik bezig ben, werkt over een paar jaar ook weer niet zo best op. Dus het is een frustrerend beroep. Ja, het is heel frustrerend. Alles wordt vastgelegd. Helemaal. Ja. Je hebt niet de neiging daardoor, door het weer verschijnt, om dingen weer op te pakken? Of, Nou, wat die ademstrip betreft ben ik een paar weken geleden benaderd door Waling Dijkstra. Die heeft hem destijds geschreven. Met een vrij wild voorstel om 12 albums in één jaar uit te brengen. Nieuwe verhaal? Nieuwe, ja, 12? Ja, het schijnt ook een soort uitgeverijtje te willen stichten. Maar het is totaal geen haalbare kaart. Bovendien, ik ben er aan ontgroeid. Dus, en u zei net... Ja, het moet raffel werken, dat kan niet anders. Precies, ja. Het is toch een soort puberachtige romantiek die je ook nog niet zo gek meer aanspreekt. Als ik het goed heb ik in de krant gelezen dat u uw zoon ontraden had om striptekenaar te worden. Kan ja, ja, dat is juist zo. En had hij aspiraties in die richting? Aanvankelijk wel. Maar ja, hij is dus ook een beetje genuanceerd gaan denken erover, omdat ik meestal een uur 11, 12 s'avonds van de gang ben, hoor. Hij is eigenlijk ouder geworden natuurlijk. Hij is het ouder geworden, hij ziet de belastingaanslagen enzovoort, dat denk ik. Maar is dat... Nee. Ik zat me af te vragen, we hadden het over een interview uit de krant. Dat interview in de Volkskrant, daar kreeg ik de indruk van u dat u eigenlijk een vrij negatieve idee had over deze stripmanifestatie. Nou, hoe bevalt dat nu uiteindelijk? Het is dus zo'n journalist die legt accenten die hij eigenlijk bij zichzelf heeft. Hè. Als je die interviews leest van de Volkskrant en daarna zo'n interview bijvoorbeeld van het Brabants Dagblad, krijg je een totaal ander beeld van de persoon. Ja, ik heb dat komt omdat die mensen zelf gaan. Dus de Volkskrant figuur is waarschijnlijk erg kritisch op dit gebied. En denkt, nou, hij zegt, je moet het dus een beetje in proportie blijven zien, dat ga ik aandikken. Ja. Dat haal ik eruit en de rest laat ik zitten. Oh, dat is dan... Ja, het kwam ja, dus zo. Ik heb dus geen inzage gehad achteraf van die interviews, anders had ik het wel gecorrigeerd. Ja, het is jammer, dat komt er nog een knorrig in over. Ja, dat viel mij ook. Nou ja, niet echt knorrig. Maar het valt dus wel. Maar het is dus wel zo dat ik natuurlijk, dat heb ik gisteren ook gezegd voor de tv-camera, dat ik het niet zo fijn vind als kinderen uitsluitend strips lezen. Dat vind ik geen gezonde zaak. Dat gaat van die. Dat geen vrouwelijke dingen, ja, inderdaad. Maar zo'n voorstandman gaat het natuurlijk extra belichten, zo'n uitspraak. En dan zegt die man die vindt eigenlijk steeds maar een bedenkelijke zaak. Terwijl je het genuanceerd weet. Ja. Met het feit dat u, wat betreft uw zoon, dat u nu de schriftschrijver heeft gehad, kan hem dat niet weer van gedachten doen veranderen om toch tekenaar te willen worden? Nou, hij wordt tekenleraar, dus hij wil wel iets in die richting doen. Ja. En als er dus geen baan in die richting is in de toekomst, wat ook maar de vraag is natuurlijk. Onderwijs. Daar zie ik hem nog wel eens een keer beginnen. Ja. Kijk, als het erin zit, komt het er toch wel uit. Ook al zeg ik nee. Ja, het oude gezag gaat niet altijd op. Nee, dat is een heel zwak punt. Goed. Ik denk dat we genoeg hebben. Waar ben je?